moet wel altijd goed zijn. Dat vind ik wel belangrijk. Ik vind het een gemiste kans als je een vies broodje eet, waar je ook net zo makkelijk of met iets meer moeite een lekker broodje had kunnen eten. Ik mocht altijd op de keukenkastjes van mijn moeder tekenen met krijtjes en dat was ze er dan van af. Dus ik was altijd gewoon bezig met dingen maken en dingen knutselen. Ik hou er gewoon heel erg van om te weten hoe iets in elkaar zit en hoe je zoiets kan maken, bouwen, creëren. Het fijne van creëren is dat je iets maakt wat er nog niet is en daarmee je omgeving verandert. Waar ligt hij? Ja, voor mij persoonlijk is het gewoon fijn dat ik ruimte heb om gewoon met mijn hoofd gekke kronkels te kunnen maken en op zoek te gaan naar nieuwe dingen en gewoon zijwegjes kan nemen. Ik denk dat als je echt iets nieuws wil maken, dat je gewoon ook ruimte in je hoofd en ruimte moet kunnen hebben om het experiment aan te gaan. Als je dan terugkijkt naar hoe het met de jeugd van tegenwoordig ging, dan is het ook eigenlijk alleen maar zo groot geworden, omdat we precies deden waar we zin in hadden. Niet te veel conformeren aan wat er al is. Dus ik denk dat het wel belangrijk is dat je altijd op zoek gaat naar iets nieuws. Als je nieuwe dingen wil maken, wat eigenlijk best logisch is.